Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Misschien zijn jullie nog op zoek naar een leuk ideetje voor een verjaardagskaart. Dan heb ik hier het ideale idee voor jullie. Dit is een kaart waar een van die glitterelementjes zitten die je dan heen en weer kan schudden. Misschien hebben jullie ook zin gekregen om dit te maken en is perfect voor de verjaardag van je beste vriendin, je mama, papa, broer of zus. Kijk dan verder. Wat heb je nodig? Je hebt een stuk dikker papier nodig waarvan je een kaart kan vouwen. Je hebt ook een stuk papier nodig dat exact de helft is van dat eerste stuk papier. Dan heb je een schabloon nodig in een bepaalde vorm. Dat van mij is een hartje. Ik heb het gewoon dubbel gevouwen, een half hartje geknipt. Dan vouw je het open en heb je een heel hartje. Dan heb je confetti nodig en glitter. Ik heb hier van die glitterende elementjes. Zien eruit als ballonnen en dan witte glitter. Je hebt een potlood nodig, een cuttermes. Je gaat ook washi tape kunnen gebruiken. Je kan ook een gewone plakband gebruiken. En heel belangrijk is ook zo'n klein plastic zakje. Een plastic zakje dat bovenaan dicht kan. Zo'n hersluitbaar zakje. Dat moet groter zijn dan het schabloon. Het hart, je schabloon, moet groot genoeg zijn om op je kaart van voor te passen, maar is ook niet te groot. Ik ga eerst mijn stuk dikker papier dubbelvouwen. Dan heb ik zo'n klapkaart, zo'n kaart die ik open kan klappen. Dan ga ik even na of het stukje papier dat de helft is van mijn dikker stuk papier, of het nog erin past. En bij mij is dat niet het geval, het steekt er een beetje uit, dus dat ga ik gewoon afknippen. Nu is het stukje papier perfect qua grootte, het past perfect in mijn kaart. Dan leg je je kaart open en dan leg je je schabloon op de voorkant. En dan ga je met je potlood langs dat schabloon. Dan leg ik er wat oud papier onder en dan ga ik met mijn cuttermes de vorm uitsnijden. Je kan het hartje nog gebruiken voor een andere kaart bijvoorbeeld, gooi het dus zeker niet gewoon weg. Maar voor deze kaart heb ik het niet meer nodig. Dan ga je nu je plastic zakje nemen, je glitter en je glitterende elementjes, je blinkende elementjes. En van allebei, dus van de glitter en die blinkende stukjes, ga ik wat in het zakje doen. Meng dan ook even door elkaar, zodat niet alle glitter links zit en alle confetti rechts. Dan gaat het zakje dicht. Leg het zakje achter het uitgeknipte vormpje in je kaart. Er zit nog wat te veel lucht in mijn zakje. Doe daarvoor een klein stukje van de sluiting weer open, druk de lucht eruit en maak dat stukje weer dicht. Je wil dat je zakje zo plat mogelijk is. Mijn zakje is helaas net iets te groot, dat zie ik nu pas. Ik ga het daarom hier openknippen. Dus als het bij jullie ook gebeurt, dan kan je het gewoon zo oplossen. Je knipt het te veel af en dan plak je het weer dicht met wat tape. Leg de folie nu mooi achter het hart en plak vast. Ook aan de zijkant maak je het zakje nog vast. Waarom heb ik die washi tape niet bijgeknipt? Wel, dat maakt gewoon niet uit, want ik ga er straks een stukje papier over doen, dan zie je het niet meer.
Aan deze kant moet dus wel wat netter gebeuren. Ik neem een strookwatch TB even lang is als de kaart. Zorg ervoor dat je zakje zeker goed vast zit en dat het mooi glad ligt. Het overschot aan washi tape dat knip ik af. Mijn washi tape die past gelukkig ook bij de voorkant van de kaart, dus ik moet niet de lange zijde helemaal op maat knippen. Die ga ik gewoon naar voren toevouwen, valt helemaal niet op, vloekt niet. Maak het zakje ook bovenaan vast. En nu wil je natuurlijk dat zakje verbergen. Daarvoor gaat je extra stuk papier dienen. Dat stukje papier, dat plak je er dan overheen. Je kan dat doen, je kan het vastmaken met washi tape, maar je kan het ook met gewone lijm doen. Doe geen lijm op het zakje, want dat kan je zien aan de voorkant. Mijn washi tape steekt een beetje uit. Om die oneffe afwerking te verbergen, plak ik er gewoon nog een strook overheen. En dan is mijn super schattige verjaardagskaart helemaal af. Aan de binnenkant is nog een hele hoop plaats voor een leuke boodschap en voor een hele hoop namen. Ik vind het een heel erg leuk idee, het is heel erg goed gelukt ook. Je kan er aan mee schudden en dan zie je de confetti en de glitters, word je er helemaal vrolijk van. Als jullie nog leuke ideetjes hebben, laat die dan zeker achter bij de commentaren, want ik heb er een hartjesvorm van gemaakt, maar je kan natuurlijk allerlei verschillende vormen uitknippen. En je hoeft er ook geen confetti en glitter in te doen, je kan er andere dingen in steken. Mijn confetti heeft de vorm van ballonnen, maar je kan ook andere confetti gebruiken bijvoorbeeld. Je kan het een beetje aanpassen aan de ontvanger. Wie vindt het nu niet leuk om een gepersonaliseerde kaart te krijgen? Ik hoop dat jullie zin hebben gekregen om te gaan knutselen. Geef me een thumbs up als je het een leuk project vond. En vergeet ook zeker niet de andere video's op het kanaal te bekijken. Als je nog meer inspiratie nodig hebt, we hebben al heel veel verschillende kaartjes gemaakt. Tot de volgende keer!